Andreas, wat mooi. Dankjewel. Ja, maar wat een bijzondere man is het. Hij is bijna verlegen. Het is een heel bescheiden kerel, terwijl hij wereldberoemd is, toch? Mensen hebben een bepaald beeld van hem. David LaChapelle, glamour, groot, beroemd. Hollywood, Californië, wat dan ook. Met al die beroemdheden, die moet zelf ook zo zijn. Maar dat blijkt niet het geval. Hij is bescheiden, hij is heel diepzinnig. Stelt heel veel vragen. Hij zegt ook vaak, ik word verwisseld met mijn foto's. My work is famous. I'm not really famous. People don't recognize me in the street. So I photographed other people who can't leave their houses without being, you know, followed and hounded for autographs. When they, you know, that's real fame, you know, the Hollywood type of fame. So being a famous photographer is great because the pictures are famous, but I'm not. Het is de eerste keer in Nederland dat hij exposeert. Ja. Hoe kan dat? Die vraag heb ik me ook gesteld. Hij is midden 50, dus hij heeft al zoveel werk gedaan. Ik weet het niet. Misschien is het een beetje het voordeel van dat het moeilijk is en dat het duur is en dat er al zoveel bij komt kijken. Elke kunstenaar is een beetje ingewikkeld. Geen idee. Ik heb de naam altijd in mijn gedachten gehad, maar dat past bij het Groningen Museum. Een beetje kleurrijk, een beetje wild, een beetje anders. Veel naakt, dat past ook hier. En heb dan ooit een keer geroepen tegen iemand van LaChapelle, zou iets leuks zijn. Oh ja, zei die dan, een vriend van mij, ik ken wel de agent, bel die toch even. Oh ja, niet geschoten, altijd mis. Dus ik bel die. En die, in Berlijn, bleek een fan van het Groninger Museum te zijn. Ik kende het van vroeger. Oh, Groninger Museum, een van mijn favoriete musea. David zei, ja, dat moet werken. Ja. En daarna was het eigenlijk best makkelijk. I love the museum, I fall in love with it. It's so different from any other I've been in. Did you know the Groningen Museum? I knew of it and I've never been here before. So it was the first time in Groningen? Yeah. How do you like the city? I love the city. No tourists, and it's a beautiful city, as beautiful as Amsterdam, but even better because it's not crowded and it's just a kind of a gentle place, you know, and you can really kind of relax here and let your hair down and just cruise around. It reminds me of the East Village in the 1980s. We're eating last night in so many cafes and people are very warm. I like that. Dat is een heel goed compliment. Ja. We hebben natuurlijk ook fantastische dagen nu met het weer. We zeggen natuurlijk tegen, ja, het is altijd zo mooi hier. Iedereen op straat, mensen, cafés. En hij is ook, iedereen wil dan met hem een chic eten of zo. Daar heeft hij maar geen interesse in. Hè? We gingen gewoon normaal eten in een buurtcafé waar ook geen toerist ooit is geweest. Dus dat vind ik juist heel erg leuk. Ja. Ben je trots op dat je hem hebt? Ik ben er trots op. You're a photographer, so you like being behind the camera. How is it to be in front of one? I prefer being behind it, but that's, you know, I don't mind. I'm not Thank you so much. Yeah, you're very welcome.